middag, brunch, lunch, ontbijt. Elvin is net naar de Albert Heijn geweest en hij heeft allemaal lekkere dingen gebracht. We gaan nu lekker eten samen, gezellig, zin in. Ik heb al de tafel gedekt en ik heb mij ook al helemaal klaargemaakt voor de dag. Ik heb net mijn hele skincare routine gedaan. Mijn huid ziet er zo goed uit. I love it. Geen make-up op vandaag, het is zondag. Zondag is chilldag. Zondag is self-care dag. Zondag is huishouddag. Zondag is de hondjes komen om 1 uur. Moeten zelfs nog eventjes het tapijt weghalen bij de zetel. Want dat had ik al verteld dat ze er anders misschien op gaan plassen. En dat zou wel echt heel jammer zijn. Dus wij gaan nu lekker eten. Yay! Gezellig. Ik heb net ook het huis eventjes gestofzuigd. En nu is de was klaar die ik had ingestoken. Ik had een aantal handdoeken in de was gedaan. En ik ga ook de rest van de was doen. Het is niet heel erg veel. Nog een beetje donkere was. Dus ik ga nu deze ophangen en dan die andere insteken. Zo, deze was hangt op. Het was niet zoveel, zoals ik al zei. En de donkere was steekt in. En dan is de was weer klaar voor vandaag. En kijk eens wie hier zijn. Nala en Kira. Komende 3 weken. Onze poepies. Schattig. Ja, echt schattig. Echt cute. We hebben het tapijt weggehaald. We hebben dekentjes op de zetel gelegd. Het is wel echt mega fijn dat ze geen haar verliezen. Maar gewoon om de zetel te beschermen met hun pootjes. Hun mandjes liggen daar. Echt super cute. Nee, Nala. Nala. Ja. We kunnen die ook daar zetten, die man. Ja, misschien wat dichter bij ons. Oh, wat zijn jullie schattig. Welkom in Vlogmas! En we zijn aan het wandelen met Nala en Kira. Eventjes lekker naar buiten. Een beetje vitamine D opdoen. En het zonnetje, hè? Het is echt mooi weer. Lekker weer. Ze zijn echt super schattig met een 2. Kijk hoe die wandelen. Ja, lief, hè? Geef maar, ik zal eentje vasthouden. Het was even voor te vloggen dat ik ze allebei aan Elvin gegeven. En super handig ook de kakzakjes hangen aan de leiband. Ze zijn echt mega cute. Cutie pies. Cuties. En we zijn net terug thuis van het wandelen. Dat heeft echt deugd gedaan om eventjes buiten te komen. En Nala en Kira komen mij hier lekker gezelschap houden. Ze zijn echt zo cute.
Maar ik had de adventskalender vandaag nog niet opengemaakt. Ik ga nu envelopje nummer 17 erbij nemen. Kijk wat er vandaag in zit. Oh, ze zijn zo mega schattig. Oeh, een mascara denk ik. Oh, deze ken ik ook nog helemaal niet. De Essence 24 Ever Bold Volume Mascara. Deze heb ik ook echt nog niet gezien in de winkel zelf. Dus I'm very excited. Mascara van Essence heeft mij nog nooit teleurgesteld in het verleden. Dus die ga ik in mijn stash leggen. Dag Nala. Ze zijn zo, echt zo lieve. En de adventskalender begint echt goed te minderen. Er zitten echt niet meer veel envelopjes in. Echt zot hoe snel dat die doos hier geminderd is. Ik denk dat ik de doos zelfs dicht kan doen. Ja, ik kan zelfs dicht nu. Ik ga je trouwens even laten zien hoe de adventskalender er aan de buitenkant uitzag, want dat was wel heel erg leuk. Zo zag de adventskalender er dus aan de buitenkant uit. Xmas Mail DIY adventskalender from North Pole Planet Earth Milky Way Galaxy. Echt super leuk. Het is echt zo'n hele doos Santa Inspected, checked twice. En dan hier zo'n postzegel. Echt super leuk. Ja, en dit is nu nog wat erin zit. Echt niet meer veel. Het is echt crazy hoe snel dat vlogmas er voorbij aan het gaan is. Hè? En jullie zitten de komende 3 weken nog in onze vlog. Zo leuk. Nala. Daar is Nala. Ze passen ook echt zo goed bij ons interieur, hè? Zwart met wit. Echt lief. De Kardashians aan het kijken en Kira houdt mij hier gezelschap en Nala ligt hier ook bij me, super schattig. Kira, give me a high five. High five. Ze heeft me al de hele dag een high five. Dit is zo mega schattig. Ze zijn echt cute. Ja, dit worden nu de komende vlogmessen heel veel hondjes spam. Dus als je niet van hondjes houdt, ga je van mijn komende vlogs ook niet houden. Maar ze zijn echt cute. Ik zit nu bij de Kardashians aan seizoen 4, aflevering 9. Dus na deze aflevering nog eentje. En dan denk ik dat er ook nog wel een nieuw seizoen komt. And our dinner is served. Vandaag eten we lekker frietjes van de frituur. Past helemaal bij een lazy Sunday. Of ja, lazy was die niet helemaal, want ik heb ook wel wat huishoudtaakjes gedaan. Smakelijk, chatty. Smakelijk. Het is ondertussen 10:30 en Alvin en ik liggen fijn op de zetel. We hebben net een hele leuke film gekeken op Netflix, namelijk Leo. Een tekenfilm, animatie, was echt super leuk. Echt een aanrader. Hoe? Ashat, die film is leuk. Echt zo'n feel-good, niet bij nadenken. Grappige film ook, inderdaad. Ik heb altijd van animatiefilms gehouden. Ik vind het echt leuk, ook als het niet van Disney is. En die staat volgens mij ook niet zo heel lang op Netflix. Nu heeft Alvin darts opstaan. Ik heb nog een video van Leonie wat ik kan kijken. En mijn vlogcamera gaat zo uitvallen, want de batterij is weer leeg. Dus ik ga de vlog afsluiten van vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En we zien jullie morgen weer. Morgen is maandag, nieuwe werkweek. En bijna kerstmis. Doei! Doei!